Rotterdam, 1920. De stad breidt razendsnel uit, maar het gebied tussen de Westzeedijk, de Westersingel en de Nieuwe Binnenweg is nog een open poldervlakte. Een beeld dat ons nieuwsgierig maakte. Ons deed afvragen wat het verhaal achter dit open gebied is, waarvan je voelt dat de stad er bezit van wil nemen. In deze film nemen we je mee in dat verhaal. Stel je eens voor, we gaan 2 eeuwen terug in de tijd. Achter mij de Schiedams Hoge Zeedijk. Tegenwoordig is dat de Westzeedijk. Die liep helemaal van Gouda hierheen en beschermde een heel groot gedeelte van Holland, tot Leiden aan toe. Die dijk, dat was eigenlijk een megastructuur uit de 13e eeuw. Verder omheen eigenlijk helemaal niks, polderland. Die kant op, een paar kilometer verder, lag Rotterdam. Rotterdam was in die tijd een grote stad, maar zat nog wel helemaal gevangen in zijn stadsdriehoek. Dwars door Rotterdam liep diezelfde zeedijk weer. Alleen in Rotterdam heet hij de Hoogstraat. En de Hoogstraat die scheidde de waterstad aan de ene kant en de landstad aan de andere kant. In de waterstad, daar woonden de reders, daar had je de havens en daar was de koopvaardij. Die kant op, ook een paar kilometer verder, daar was Delfshaven. Ooit gesticht als haven van Delft, maar nu al jarenlang een eigen gemeente. En met de Delfshavense Schie was Delfshaven eigenlijk een grote concurrent van Rotterdam. Met zijn eigen connectie naar de zee en zijn eigen industrie. Wat brengt ons vandaag? We hadden het al heel lang op ons lijstje staan. Ik ben dus een beetje gek op Rotterdam. Nou, eigenlijk een wandeling. Ik loop iedere dag een paar uurtjes gewoon maar voor de conditie. En toevallig hier. Hij komt uit Amsterdam en ik laat een stukje Rotterdam zien aan hem en zijn vriend. Nou, wij zijn net klaar met werk. Werk. Dus we gaan naar huis. De Space Invaders. Van de artiest, de Franse artiest die zich Space Invader noemt. Die door de stad eigenlijk allemaal kleine Space Invaders heeft verspreid. Ja, waarvan er eentje daar beneden op de rand zit. Ik woon hier vlakbij. De Westersingel is een soort as waar ik me heel regelmatig beweeg. Dus ik kom hier dagelijks. Ik werk hier zo in het Erasmus als schilder, dus ik ben wezen werken gewoon vandaag. We wilden heel graag Picasso zien, dus daar zijn we geweest en dat vonden we natuurlijk heel erg interessant. Ik kom hem net even ophalen, we gaan even chillen. Niet bijzonders. In de 17e eeuw kochten de hele rijke koopmannen uit Rotterdam stukken grond links en rechts van die Westzeedijk, van die Hoge Zeedijk. En daar bouwden ze een buitenplaats met grote tuinen. Dat was natuurlijk heerlijk om even uit de drukte van de stad te kunnen ontsnappen. Dit was de perfecte plek, vlakbij de Maas, in het groen, vlakbij de stad. Het hoort eigenlijk in de ontwikkeling die je overal in Nederland ziet. Vooral in de 17e eeuw, het ontstaan van die linten van buitenplaatsen langs de steden. Zoals de Vecht en het Kennemerland. Maar Rotterdam had dat ook rondom. En hier heten de buitenplaatsen bijvoorbeeld Dijkzicht, Aan de Dijk, Schoonoord, het Land van Valkenier, De Heuvel. Allemaal stuk voor stuk naast elkaar, vlakbij de stad, prachtig gelegen. Schoonoord was een van de oudste en grootste buitenplaatsen ten westen van de binnenstad. Hiervan is alleen een deel van de tuin bewaard gebleven, samen met het vroegere toegangshek tot het landgoed. Naast de buitenplaatsen van de elite lagen aan de Westzeedijk ook enkele boerderijen. Bijvoorbeeld de Melkop, dat uitgroeide tot een populaire uitspanning met theehuis, muziektent, schommels en mallemolens, waar de gewone Rotterdammers en Delfshavenaars hun vertier zochten. Voor het gemeentebestuur van Rotterdam bouwt het buitengebied hele andere kansen. Ze konden er alles kwijt wat in de stad overlast gaf. Zoals bijvoorbeeld het exercitieveld van het leger en het idee uit 1851, het slachthuis. Dat zou hier ook mooi passen. Dus de gemeente die kocht het landgoed, het land van Valkenier, hier achter mij. Er was alleen een klein probleem, want dat land van Valkenier dat lag toen nog op het grondgebied van de gemeente Delfshaven, dat pas in 1886 door Rotterdam werd geannexeerd. Tot aan dat moment liep de gemeentegrens zo'n beetje over de huidige Kievitslaan, met aan de Westzeedijk een tolhuis, de Bonte Paal. Delfshaven zat niet te wachten op een slachthuis in deze omgeving, want vreesde concurrentie voor zijn eigen industrieën. Wat dan te doen? Ja, de gemeente Rotterdam was er snel uit, want een jaar later besloot de gemeenteraad om hier een publieke wandeling van te maken. En dat was het begin van het park. Zogger, een hele beroemde tuinarchitect en een neef van de latere burgemeester van Vollenhoven, die maakte een ontwerp. En dat was het begin van een park wat in de loop der jaren steeds verder is gegroeid tot het park zoals we dat nu kennen.
Om de toenemende cholera-epidemieën in de binnenstad te lijf te gaan, ontwerpt stadsarchitect Rozen in het midden van de 19e eeuw het zogeheten waterproject. Dat leidde tot de aanleg van singels als de Westersingel, de Boezemsingel, de Noordsingel en de Bergsingel rondom de stadsdriehoek. Schoon rivierwater werd de grachten van de stad ingelaten, waarna het vuile water terechtkwam in de singels, waaruit het vervolgens met grote stoomgemalen weer de rivier in werd gepompt. Ook tekent Rozen voor het ontwerp van het Koolsingelziekenhuis, dat bij oplevering in 1848 het modernste ziekenhuis van Europa is. Dit ziekenhuis sneuvelt in 1940 bij het bombardement op de stad. Om onderdak te bieden aan de groeiende bevolking van de stad ontwerpt Rozen ook een plan voor grootschalige woningbouw in de Koolpolder. Voor die tijd ongekend. Het hele gebied tussen Rotterdam en Delfshaven werd eigenlijk veranderd in één groot ruitjespatroon van wegen, kanalen, singels, huizenblokken. Van zijn plan is niet zoveel terechtgekomen. Het was eigenlijk zijn tijd ver vooruit. In de 19e eeuw kon je wel als gemeente je bemoeien met de waterhuishouding en de gezondheid van de stad. Maar een hele stad ontwerpen en bouwen op grond die in particuliere handen was, dat deed de overheid in de 19e eeuw nog niet. Alleen het deel ten zuiden van de Westzeedijk komt tot ontwikkeling, het Nieuwe Werk. Een chic woon- en werkmilieu gelegen tussen de Zalmhaven en het park. Daarbij maken veel van de vroegere buitenhuizen plaats voor nieuwere villa's, neergezet door bekende Rotterdamse notabelen. Bijvoorbeeld reder en havenbaron Philippus van Ommeren, die in 1872 het vroegere welgelegen laat slopen om daar een moderne villa voor in de plaats te zetten, met dezelfde naam. In 1926 doet snoepwarenfabrikant Henry Jamin hetzelfde, met Schoonhoort. Andere welgestelde Rotterdammers die in het Nieuwe Werk woonden waren bijvoorbeeld bankier Marten Mees, kolenhandelaar Daniel van Beuningen en havenbaron Hendrik Muller. Ja, dat het ook Boken heet, weet ik maar niet verder. Ik weet er niet iets van. Hoboken. Hoboken heb je ook in Antwerpen. Dus ik zit te denken ondertussen. Nou, ik ken natuurlijk Hoboken vlakbij Antwerpen, maar ook Hoboken in Amerika. Waar? Hoboken, weet ik niet. Dus dit is Hoboken, dat wist ik niet. Okay. Op de hoek tegenover Erasmus. Ja, dat is een wijk in Antwerpen. Ja, ik woon in Antwerpen. Dat is een wijk, ja. Hoboken. Zo'n beetje gelijktijdig met de start van de ontwikkeling van het Nieuwe Werk komt het open poldergebied ten noorden van de Westzeedijk in handen van de redersfamilie van Hoboken. De 56 hectare die de familie in bezit heeft, waar pachtende boeren het hooi van het land haalden, raakte al snel ingesloten door de uitbreidende stad. Woonde je rond 1890 aan de noordkant van de Nieuwe Binnenweg, dan had je een onbelemmerd en wijds uitzicht over het land van de familie van Hoboken. Anthony van Hoboken werd in 1756 geboren. Hij begon te werken als knecht in een wijnpakhuis, maar het was een ondernemer. Op zijn 18e zat hij in zaken en hij zou uitgroeien tot de grootste reder van Nederland. Hij leefde in de nadagen van de VOC. En toen die failliet ging in 1799, zag Anthony van Hoboken zijn kans schoon. Hij bouwde een enorm imperium op met schepen die over de hele wereld vracht vervoerden. Vooral naar Oost-Indië. Die schepen bouwde hij op zijn eigen scheepswerf Rotterdamse Welvaren aan het Boerengat ten oosten van de binnenstad. De barken en fragatten die daar van de scheepshelling rolden stonden bekend om hun hoge kwaliteit en snelheid. Vlakbij die scheepswerf woonde Van Hoboken ook, op het landgoed Dijk en Maasicht aan wat tegenwoordig de Oostzeedijk is.
Bij zijn handels-, reders- en scheepsbouwactiviteiten blijft het niet. Anthony koopt korenwijnbranderijen, gaat in vastgoed en is een van de oprichters van de Kamer van Koophandel Rotterdam, de eerste van Nederland. Zijn fortuin, aanzien en invloed groeit en groeit. Zo rond 1840 kwam de klad in de zeilvaart. Dat had te maken met de opkomst van de stoomschepen, want die waren sneller en betrouwbaarder. Maar Anthony van Hoboken die geloofde niet zo in deze vooruitgang. Hij hield vast aan zijn zeilschepen. Dat is eigenlijk best wel raar voor een ondernemer die altijd zo zijn tijd vooruit was en nieuwe kansen zag, lang voordat anderen ze zagen. De tijd keerde en langzaam maar zeker moest de familie zich toch aanpassen aan de nieuwe tijd. De zonen van Hoboken zetten het bedrijf voort. Ze verkochten de werf en gingen zich concentreren op de handel. En daarvoor huurden ze stoomschepen bij anderen. De zoon Jacobus is ook degene die in 1849 opdracht geeft tot de bouw van Villa Dijkzicht. Nadat de familie hun buitenplaats aan de Oostzeedijk had verruild voor het gebied aan de Westzeedijk. Landschapsarchitect Zogger, die ook het ontwerp van het park had gemaakt, die tekende voor het ontwerp van de tuinen rondom de villa. Hij deed dat in Engelse landschapsstijl. Met slingerpaden, vijvers, boomgroepen, een hertenkamp, een moestuin, kassen, alles erop en eraan. De oude Anthony die maakte het helaas niet meer mee. Hij overleed 2 jaar voor de oplevering van de villa. Tegenwoordig biedt Villa Dijkzicht onderdak aan het Natuurhistorisch Museum, dat in 1987 daarheen verhuist vanuit Diergaarde Blijdorp. Ja, er is helaas niet veel over van de oude luister van Villa Dijkzicht. Maar er is één belangrijke uitzondering, dat is dit plafond. Het plafond hebben wij in deplorabele toestand ontdekt in 1995, toen Villa Dijkzicht helemaal verbouwd werd. Het hing aan stukken en brokken aan elkaar, maar we hebben het gelukkig met monumentengelden kunnen restaureren. Dit is nu zoals het was. 1921, de mooie kamer, de salon van de familie van Hoboken. Er zijn oude foto's van bekend van de inrichting, waarin er natuurlijk prachtige Persische tapijten liggen. En wat ik heel belangrijk vind, een tijgervel. Wij vonden tijdens die verbouwing nog iets heel bijzonders. En dat is echt leuk. Eigenlijk een soort flessenpost, weggetimmerd achter een pilaar. Een plankje waarop geschreven staat wie de architect van dit gebouw is. Johan Frederik Metselaar en wanneer het pand gezet is. 1852. Ik vind dit echt een werkgebied. Hier. Super veelzijdig en verrassend. Kijk, wij wonen in Parijs, wat een hele drukke stad is. Kleine straatjes. En dit is dan direct heel wat... Jij bent echt in de stad. Het doet ons ook een beetje denken. Wij liepen door het park heen. Een beetje uniek als Manhattan. Vooral die combinatie tussen modern en oudere architectuur, dat vind ik altijd heel mooi om te zien. Kunsthal, een Boijmans, architecten... gebouw. En de architectuur is heel tof. Dat bijvoorbeeld ook, dit. Sowieso. Ja, natuurlijk. Dit wat hier dat is vastgebouwd. Echt bizar mooi is. Dat je heel zo mooi die skyline ziet. Prachtig. Het is veelsoortig. Ja. Het is afwisselend. En wat wij tegen onze buren wel vaak zeggen, dit is nou juist een van de manieren om toch Rotterdam ook als een redelijke stilte en groene plek te ervaren. Als je hier achter dat prachtige gebouw, het depot, dan kom je in één keer in een stilte. Ja. En dat blijft eigenlijk tot de Maas toe. Dus je gaat het park uit. En ja. Of dit park uit, je gaat het echte park. Het is één grote stilte. Ik denk van, nou, Abu Talib kan trots zijn op zijn stad. Zo. Ik vind ook dat hogeschool is heel mooi opgeknapt. Ook als je de zonneschermen uit hebt. Ja, het is prachtig. Sorry, het is niet anders. We genieten. Ja, we genieten echt 100%. Ja. In 1872 werd de Nieuwe Waterweg aangelegd. Dat gaf Rotterdam directe toegang naar de zee, zonder omvaren, sluizen of andere obstakels. Het was het startschot van de enorme snelle ontwikkeling van de haven. Alles werd groter en sneller.
De haven veranderde van karakter. Tot die tijd kwamen de goederen aan en werden ze in pakhuizen opgeslagen totdat er een koper zich meldde. Nu werd Rotterdam een transitohaven. De goederen kwamen aan en gingen direct van het ene schip op het andere om weer doorgevoerd te worden. Aan de snelle groei van de Rotterdamse haven is heel sterk de naam van Gerrit de Jong verbonden. Hij was de directeur van de gemeentewerken tussen 1887 en 1910. De Jong was de havenman. Hij zorgde voor de aanleg van havens op beide oevers van de rivier, plus alle infrastructuur die daarbij nodig was. Ruimte voor pakhuizen, spoorlijnen enzovoort. Al in 1887 maakte de Jong de eerste plannen voor de Koolhaven. Het was een havenontwikkeling aan de landzijde van de Westzeedijk. Vandaar ook dat daar sluizen voor nodig waren. De Jong die tekende een soort T-haven met aan de ene kant een oostelijke tak de stad in en aan de andere kant de latere Koolhaven die zou aansluiten op de Delfshavense Schie. Uiteindelijk, jaren later, is die Koolhaven wel uitgevoerd, maar die oostelijke tak, dat werd helemaal niks. De gemeenteraad die zag er niks in en de opvolger van de Jong, Burgdorfer, heeft het plan veranderd om ook daar luxe woonkwartieren te maken. Aan de Koolhaven is onlangs de wijk Little Sea ontwikkeld. Dat bestaat uit 15 torens met een mix van woningen, kantoren en bedrijfsruimtes. Ja, we hebben best een lange geschiedenis al als TBI in dit gebied. We hebben bijvoorbeeld de Euromast gebouwd, we hebben de medische faculteit gebouwd, maar recenter nog Ter Hoog en Ter Heem hier aan de Koolhaven. Dus dit gebied is ons zeer bekend. En we hebben gekeken naar de omgeving. Er staan hier best veel monumenten en ook best wel hele mooie bakstenen gebouwen met heel veel ornamentiek erin. En eigenlijk die inspiratie gecombineerd met van goh, laten we nou eens een hele specifieke plek maken. Dan hebben we eigenlijk gedacht, het moeten een soort pakhuizen zijn, alsof die er al jaren staan, die nu getransformeerd zijn naar woningen. Dat is eigenlijk het uitgangspunt geweest. Nou, we hebben hier een appartement gekocht. We hebben 13 oktober de sleutel gekregen. En we zijn nu aan het verhuizen. Alle dozen boven aan het brengen en we hopen dit weekend te gaan wonen. Dus ik weet niet of je het leuk vindt om een kijkje te nemen. We wonen nu ook al in Rotterdam in het centrum. En we hebben een kleintje, we hebben een dochter gekregen en we wilden toch wat groter gaan wonen. Dus we hebben wel flink wat nieuwbouwprojecten gekeken en ook ingeschreven. Maar ja, toen deze voorbij kwam, waren we echt meteen verliefd. Dus dit wilden we wel heel graag wilden we hier wonen. De echte hardcore stedeling hadden wij in gedachten. Want we dachten, ja, je moet best wel een beetje lef hebben om hier te gaan wonen. Want we dachten, dit is niet echt een topplek nog. Hè? Het was best een ingewikkeld plekje. Toen ik hier zelf nog op de HTS zat, toen was hier nog een tippelzone. Dus ik liep hier gewoon te landmeten tussen de heroïnehoertjes. Dus ja, het had wel een bepaald soort imago. Waar ik me echt heel erg op verheug is de rust aan de ene kant. Hè? Dus het is hier wat rustiger dan echt in het centrum. Maar ja, je bent toch overal heel snel. Zeg maar. Dus als je wel in het centrum zou willen zijn, dan ben je daar heel snel. Als we lekker naar het park willen met die kleine, dan zijn we daar ook zo. Echt inderdaad dit ons huis maken. Dat huiselijke gevoel hier creëren. Het is onze eerste koopwoning. Ja, daar kijk ik wel enorm naar uit. Ja. Wat ik zelf heel bijzonder vind is dat het voor elkaar is gekomen dat we hier ook echt een park aan het water gaan maken. Dus op grootschaalniveau, er komt hier echt een verbindend park, vind ik, tussen het park bij de Euromast en de Heemraadsingel en zo. Dat is toch altijd een beetje een moeilijke verbinding geweest, maar nu komt er echt een verbinding. De tram gaat eruit, dus de obstakels, de weg wordt smaller. Dus de obstakels naar dat water toe worden ook echt veel minder. Daarnaast wordt het ook een aflopend taluut. Je hebt in Rotterdam bijna overal hoge, stenige taluut. En hier komt dus gewoon echt een groen taluut naar het water toe. Dus je kan daar straks ook gewoon met je handdoekje in het gras gaan liggen met een boekje te lezen. En daar ben ik echt ook wel heel erg trots op. Buiten natuurlijk alle detaillering en
de inrichting van de openbare ruimte en het groen. En nou ja, alle details waar we over nagedacht hebben. Dat, er is weinig waar ik niet trots op ben, eerlijk gezegd, in dit plan. Van de kant van de gemeente maakten mensen als De Jong en Burgdorfer dus al vanaf het einde van de 19e eeuw plannen voor het land van Hoboken, terwijl de nazaten van Anthony halsstarrig weigerden hun grond aan de gemeente te verkopen. Maar uiteindelijk, in 1924, doen ze dat toch, voor een bedrag van 4 miljoen gulden. Vanaf dat moment kan de gemeente dus niet alleen plannen maken voor het gebied, maar die ook ten uitvoer brengen. Als eerste sloopt de gemeente vrijwel alle aanwezige bebouwing aan de Westzeedijk en wordt een groot deel van het gebied opgehoogd. Het is ingenieur en stedenbouwkundige Willem Witteveen die vanuit de gemeente een duidelijk stempel op de inrichting van het gebied drukt. Zijn centrale idee was om een hele grote groene wicht te maken, zodat de diergaarde in het centrum van de stad, die toen nog aan deze kant van het station lag, helemaal tot aan het park en de parkhaven aan de andere kant. En dat zou een grote centrale ruimte in de stad worden, omzoomd door allerlei belangrijke culturele gebouwen met torens, zodat er een boeiend silhouet van torens zou ontstaan waarmee Rotterdam een nieuwe smoel zou krijgen. Die monumentale gebouwen die Witteveen voor zich zag, zouden vooral een openbaar karakter moeten krijgen. Onderwijs, cultuur, gemeentelijke instellingen. In grote lijnen werd dat ook zo gerealiseerd. Maar de locatie hier achter mij, waar het gymnasium was gedacht, daar kwam een bedrijf terecht. Unilever. Het bedrijf dreigde uit Rotterdam weg te gaan als zij niet op een hele mooie locatie hun hoofdkantoor mochten bouwen. En zo kregen ze hun zin. Dit werd Unilever en het gymnasium moest genoegen nemen met een plek op de tweede lijn. Unilever verplaatst zijn hoofdkantoor aan het begin van de jaren 90 naar het Wena. Daarmee komt het gebouw aan de Rogusse straat vrij voor een nieuwe gebruiker. Dat wordt Hogeschool Rotterdam, dat hier zijn hoofdlocatie vestigt. Het gebouw van architect Mertens, met het fraaie trappenhuis met bronzen trapleuningen en radiatoren, wordt daarmee het decor van studenten. Wat mij persoonlijk wel aanspreekt is de monumentale waarde in dit pand. En dat we dat ook behouden als hogeschool. Het is natuurlijk heel makkelijk om hier intern zeg maar, te verbouwen en te moderniseren. Maar ik vind het juist een kracht in zo'n pand wat echt een icoon is in dit gebied, om dat te kunnen behouden, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Hogeschool Rotterdam heeft 4 zogeheten kernlocaties in de stad, waarvan het Hobokengebied er 1 is. Verschillende gebouwen, waaronder de vroegere HTS aan het Academieplein, vormen hier samen 1 campus waar dagelijks duizenden studenten onderwijs krijgen. En dat is ook onze ambitie naar de toekomst, om de plinten van onze gebouwen veel meer open te stellen naar het gebied. Dat is op dit moment nog niet zo. Het is nadrukkelijk een vervelende loop om vanuit het nieuwe instituut naar de Koolhaven toe te lopen. Dan loop je langs een dichte plint. En, nou, ik kan er een voorbeeld van noemen vanuit de Wijnhaven. Daar zit op dit moment de Willem de Koning Academie. Die hadden de kantine op de eerste etage zitten. Die hebben we laten verplaatsen naar de begane grond met een openstelling aan de straat. Zodat ook publiek van buiten daar naar binnen zou kunnen wandelen. Nou, dat is een ontwikkeling waar we naar kijken, ook als we naar deze omgeving kijken, wat we zouden kunnen realiseren, zowel op het Museumpark als bijvoorbeeld op de Rogussenstraat, waarbij we met gezondheidszorgopleidingen veel doen met mensen uit de stad. Ook daar laten we die mensen naar de eerste etage gaan om allerlei onderzoeken te ondersteunen. Maar die zouden natuurlijk veel meer naar de begane grond kunnen brengen en die openheid in die plint kunnen creëren. En je hoopt daarmee ook dat de omgeving daarop gaat inspelen en die omgeving ook, ja, zeg maar, business eromheen gaat creëren die in verbinding gaat staan met die studenten. Denk even aan start-ups, denk even aan restaurantvoorzieningen, aan cafévoorzieningen. Het zou heel mooi zijn als je hier meer dan alleen een verblijfsgebied voor studenten om te studeren, ook een verblijfsgebied kan zijn om gewoon te verblijven en om daar prettig te kunnen verblijven. Tot zover het eerste deel van de geschiedenis van het land van Hoboken. In deel 2 nemen we je onder meer mee in de internationale manifestaties die vanaf de jaren 50 onderdak in het gebied krijgen. De naam en de oorsprong van Ahoy ligt in dit gebied.
staan we natuurlijk stil bij de ontwikkeling van het Dijkzichtziekenhuis en de medische faculteit. Voor het eerst in Nederland dat we dat eigenlijk zo deden, een faculteit plaatsen naast het ziekenhuis. En duiken we in de vroegere en huidige uitbreidingsplannen van Museum Boijmans van Beuningen. De anamorfose van de spiegel in een omgeving, die werkt subliem. Ook blikken we vooruit. Welke plannen voor het gebied liggen momenteel op de tekentafel? En wat zijn de opgaven, uitdagingen en kansen die de belangrijke spelers in het gebied verder nog zien? Dit hele gebied is veel te stenig. Het is allemaal asfalt, beton, zelfs tot in het park aan toe. Ik denk dat dit een waanzinnig mooi gebied is om die aanvulling te leveren. Dat je mensen zegt, dit is nog niet het einde, je bent ook maar middenin.